Een hele goede morgen. Het is op dit moment een paar minuten over zes. En ik ben echt net wakker. Vandaag hebben we weer een wedstrijd in Leimuiden. Niet met alle meiden, want het is weer een extra wedstrijd. Zoals ik jullie de vorige keer ook al een keer heb uitgelegd. En ja, normaal start ik de vlog natuurlijk altijd met make-up op. Maar ik dacht, misschien is het wel leuk om te laten zien hoe dat ongeveer gaat. En ik ga nu even naar beneden. Eten en zo. En dan mijn make-up doen. En nou, dat laat ik jullie even zien hoe ik dat altijd doe. Oké, ik heb me even omgekleed. En ik ga nu met mijn make-up beginnen. Nou, normaal doen we dat dus altijd met smink van Grimace. Maar omdat er vandaag geen teams op gaan, mag je eigenlijk je make-up zelf een beetje bepalen. Als het maar Liberté-proof is, zo noemen we het altijd. En nou, ik vind het dan altijd wel leuk om wat dingen uit te proberen. Dus ik gebruik nu gewoon oogschaduw met glitters. En deze ga ik even afdoen. Want dat is ook een regel. Als je met teams opgaat, mag je geen sieraden om. Nou ja, ketting is sowieso niet handig met zwirlen. Maar ik vind het wel altijd leuk om dan gewoon oorbellen in te doen. Nou, ik ga nu met make-up beginnen. En ik denk dat ik dat even ga versnellen. Want anders duurt het wel erg lang. Ik ga als eerst beginnen met mijn ogen. Met mijn oogmake-up. En dan daarna met mijn foundation. Want als er dan wat valt, dan kan ik dat nog weghalen. Oogschaduw zit erop. Een soort bruin met glitters. En ik ga nu beginnen aan mijn foundation. En daarvoor gebruik ik altijd die van NARS.
Zo, ik ben klaar en we gaan nu in de auto onderweg naar Leimuiden. We zijn aangekomen. Ik loop even naar de zaal. Er is nog bijna niemand. Dus ik ben benieuwd of de zaal een beetje hoog is. Ik hoop van wel. Nou, we gaan het zien. Ik zit nu even in de kantine, want we mogen om 8:30 pas de kleedkamer in. Lisanne is haar aan het doen, van Claudia. We gaan gewoon alvast beginnen met voorbereiden en dan kunnen we straks de kleedkamer in en in trainen. Oké, ik zag dus echt iets vet grappigs. Quinty heeft nog iets op haar hoofd. Ik ga het even laten zien. Hoi. Wat heb jij nou op je hoofd? Ik ga een bakkoven vallen. Waarom heb je een patty op je hoofd? Omdat mijn haar gisteren al is gedaan in de middel. Oh, en dan blijft hij beter zitten. Ja, dat moest van mijn moeder. Nou, je ziet er prachtig uit. Ik heb even geholpen in de kleedkamer met de meiden opmaken. We zijn nu in de intreeruimte. De muziek staat echt super hard, dus ik hoop dat je me kan horen. Nou, de zaal is wel oké qua hoogte. Nou, de vloer is best wel klein, maar dat komt wel goed. Ik ga even mijn X uitzetten. De wedstrijd is inmiddels al begonnen en iedereen staat hier voor me in te trainen. Van de vloer af met één beton. Het ging wel oké. En nu even snel omkleden. En dan twee betonnen. Let's go. De wedstrijd is even tijdelijk stilgelegd, want de muziek was uitgevallen terwijl er iemand op de vloer stond. Dus dat is niet zo goed. En daarvoor was hij ook al aan het haperen. Dus nu zijn ze volgens mij het een en ander aan het checken. Maar we lopen dus al wat uit. Ja, geeft niet. We hebben wat meer tijd om in te trainen. De is inmiddels alweer voorbij en wat staat er op de vloer nu? Jij was er net. Ensembles komen zo. Ensembles en teams denk ik. Ja. Nou, hier is Alicia en we gaan even op zoek naar jouw moeder. We zijn ondertussen alweer bij de danstwils. Het duurt best wel lang omdat we wat uitlopen door vanmiddag met de problemen met muziek. Maar gelukkig doet hij het weer. Maar het is nu best wel lang wachten. Maar ja. And the world.
jou? Kon beter, maar het kon beter. Ja? Met wat ben je op geweest? Met één beton erdoos. Oké, en wat ging beter? Eén beton. Ja, nou, we wachten nu even op de prijsuitreiking. En dan horen we straks onze punten. Ja. Zo, we zijn weer thuis. Nou, ik ben weer lekker thuis. Het was een relaxed dagje, ondanks dat de muziek even was stilgevallen. Er zijn een aantal meiden die weer nieuwe plaatsingspunten binnen hebben, dus dat is helemaal super. Laatste puntjes binnen, dus die mogen nu ook naar de voorrondes. En nou, dan wil ik je nu bedanken voor het kijken en dan hoop ik dat ik je weer zie in de volgende vlog. Doei! Thank you.